we moeten Louis dit ook weer gunnen, joh. Ik bedoel, maak het uit. Het is toch heerlijk. Ik bedoel, een liefhebber puur zang is die wel, hè? Frank Snoeks. Helemaal gebeld worden. Frankie. Frankie Snoeks. Zullen wij... Hé. Ja? Zullen wij net als Gordon... net voor de finale Frank Snoeks zijn nummer in beeld brengen? En tegen iedereen zeggen dat ze hem tijdens de finale moeten gaan bellen. Is dat niet leuk? Is dat niet leuk? Ja, dat kan leuk worden. Dat is toch leuk? Dat is toch leuk? Ja. We hebben vast een nummer hier. Ja, dat hebben we wel. Iemand heeft zijn nummer hier. Sowieso Siert heeft het, dus... We kunnen ook 9 cijfers geven en 1, die moeten ze dan raden. Ja. Dan zijn er nog zat die het goede nummer gaan bellen, hoor. Dat denk ik ook. Grijp jacht Belgen tegen zich in het harnas. Man achter jou zelf. Ah ja, dat was met Boskamp aan tafel, man. Ja. Toen zei ik die kut Belgen, maar dat zeg ik toch voor hem. Ja. Omdat ik weet dat ik die Jan, die gaat hij me weer slaan en zo, boven mijn kop slaan. Dat meen ik toch geen... Die Belgen moeten wel gewoon normaal doen, hoor. Hey. Ze zijn een beetje verslag ervan, hoor. Die zijn verslag. Wil een excuus hebben zo. Ja, nou, dat kunnen ze krijgen. Een beetje respect zal op zijn plaats zijn, meldt een Belgische fan. Ja. Ik heb alle respect voor de Belgiërs, man. Ja? Zij eruit, tuurlijk wel. En moet ik Johan Derks ook dan maar gelijk mijn excuus aanbieden? Ja, wil je dat doen? Ja, als hij er gelijk zijn excuus aanbiedt voor die kolom van woensdag, zijn we eruit. Hij staat er morgen in, geloof ik. Het is toch morgen woensdag, joh lul? Nee, morgen is dinsdag. Het is morgen dinsdag? Ja. Hebben ze hem expres op dinsdag uitgedacht? Ja, ze willen hem zo snel mogelijk uitbrengen.